Mijn naam is Sander Tans en ik werk aan het Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam. En daar leid ik een onderzoeksgroep waar we onderzoek doen aan biofysica onderwerpen. Klinkt indrukwekkend, maar wat doet u nou precies? In mijn groep richten we ons op het kijken naar het vouwen van eiwitten. Eiwitvouwing is enorm belangrijk voor ons allemaal, voor het levende organisme. Als eiwitten gemaakt worden, zijn het lineaire ketens van aminozuren die nog helemaal niks kunnen. En pas als ze zich opvouwen in een driedimensionale structuur, kunnen ze al die verschillende taken in de cel vervullen, waardoor wij kunnen leven. Ik ben genomineerd voor onderzoek dat we recent gedaan hebben aan het vouwen van eiwitten, waarin we hebben blootgelegd hoe weer andere eiwitten die met het vouwen helpen, het vouwproces beïnvloeden. Eiwitvouwen. Nog een beetje uitleggen misschien. Nou, eiwitvouwen is een heel subtiel proces. Daar kan heel makkelijk iets in misgaan. En men denkt dat dit ten oorsprong ligt aan heel veel neurologische aandoeningen, zoals Alzheimer's. Dus het is van essentieel belang om deze fundamentele processen beter te snappen om uiteindelijk tot behandeling van deze ziektes te komen.